Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Met mij wel. Oh, ik heb op zich wel een live update. Ja, deze video komt waarschijnlijk wat later online. Maar aanstaande donderdag krijg ik de uitslag van mijn ADHD-test. Dus ja, ik ben echt super benieuwd. Het zou wel echt wat zijn als ze in één keer zeggen, je hebt het niet. Want I'm not really thriving at this point. Het is echt dramatisch. Ik wilde om het beeld er wat leuker uit te laten zien, even dit dekentje hierachter leggen. En ik ben letterlijk 4 keer van boven naar beneden gelopen. En elke keer als ik dan naar beneden liep om deze te pakken, kwam er iets anders in mijn hoofd op. En was ik op een gegeven moment weer boven en dacht ik, kut, ik ben dat dekentje vergeten. Dan ging ik weer naar beneden en dan was ik weer wat anders aan het doen. Zo gaat gewoon mijn hele dag. Je wil ook echt niet zien hoe deze kamer eruit ziet. Er liggen overal kleren op de grond. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om het op te ruimen. Ik ben er gewoon klaar mee. Soms hè, dan zou ik gewoon echt mijn kop eraf willen schroeven. Terug naar fabrieksinstellingen. Hele kleine dingen kosten gewoon zo tering veel moeite. Ik ben er gewoon echt klaar mee. Maar goed, iets anders wat ook mooi is, is meester Frank Visser zoekt hobby's. Nee, meester Frank Visser geeft antwoord. Meester Frank Visser weet raad. Meester Frank Visser doet uitspraak. Ik heb weer een aflevering van het internet afgeplukt en die ga ik vandaag bespreken. Het was gewoon een goed bekeken aflevering van YouTube. Dus ja, hè, misschien heb je hem al gezien, I don't know. Ik kreeg de vorige keer echt een heel boos bericht van iemand die zei, ja, dit heeft iemand anders al besproken. Toen dacht ik wel echt bij mezelf, oké, wauw, lekker belangrijk. Voordat ik ga beginnen met reageren, laat me even in de comments weten wat je vindt van deze aflevering en aan welke kant je staat. Dus ben je team Robbie of team Ria? Let me know! Goed, nou ja, de aflevering begint en we zitten weer bij Victor in de auto. Het probleem is van Ria. Want sinds een tijd wordt haar rust bruut verstoord door haar buurjongen. Die geeft namelijk elk weekend extreme feestjes in de achtertuin. Zodra ik de brommers en de auto's aan hoor komen 's avonds, denk ik, oh, de ellende begint weer. En dan hebben we aan de andere kant Robbie, die feestjes geeft in de tuin. Bovendien is het tegenwoordig helemaal niet meer mogelijk om gewoon rustig een biertje in de achtertuin te drinken. Want dan hangt de buurvrouw gelijk schreeuwend uit haar slaapkamerraam. Meestal is wat ze schreeuwt van, hier is dat feestje, Robbie geeft weer een feestje. Nee joh, die is gewoon aan het MC'en, Robbie. Ik denk dat jullie elkaar niet helemaal goed begrijpen. De zoete inval, het staat zelfs op de gevel. De nachtclub van de Erfgooistraat. Het ziet er in ieder geval echt uit als een club waar ik persoonlijk niet heen zou willen. Vooral die asbest pakken we niet zo. Snuiven ze dat tegenwoordig? Ja, dit is dan de serre. Waar we altijd zitten met vrienden, feestjes geven. Kunnen we gewoon rustig met z'n allen droog, warm zitten. Huh, maar geef je nou wel of geen feestjes? Ik vind dit merkwaardig. Ja, kijk, daar staan de stapel stoelen. Ik denk dat het er 10 zijn. Maar deze gozer heeft serieus ook wel echt gewoon een heel festivalterrein als achtertuin. Ja, als je het hier hoort, natuurlijk, je hoort het wel, maar dit is het tot een uurtje of 10, 11 en dan gaat de muziek zachter, want anders worden de ouders boos. Die bad eend daar ook als een soort bedreigde diersoort. Ik moet er toch wel rekening mee houden. Een nachtclub onder je slaapkamerraam. Wie verzint het allemaal? Het wordt tijd dat Victor een kijkje gaat nemen. En de feestjes, die zouden hier gegeven worden op 120. Ja, daar woont Robbie met zijn ouders. Hey, maar waar zijn die ouders eigenlijk in dit hele gesprek? Staan die achter de bar? Goedemorgen. Goedemorgen, Victor. Mevrouw Ria, mag ik Ria zeggen? Nee, liever Hans eigenlijk. Mevrouw Ria, wat is er aan de hand? Wat is er nou toch allemaal aan de hand? Ja, mijn buren hebben gewoon een nachtclub bedacht in een rijtjeshuis. Het is wel een ondernemer, dat kan ik hem meegeven. Maar er zit toch niet echt een nachtclub? Kijk maar op de website wat ik ooit van internet heb afgehaald. Nightclub Hilversum. Ja. Oh, ze menen het nog ook. De zoete inval. Ja. Opening hours. Ja. Of van 8 tot 5. Toch gezellig. Nou, ik snap eigenlijk wel dat mevrouw Ria hier geen reet aan vindt. Ik raak ook heel vermoeid doordat ik slecht slaap. Ik slaap soms 4, 5 uur per nacht en dan is het maximum. En dan ook nog, als de feesten zijn, dan slaap ik bijna helemaal niet. Die vrouw die leeft hier gewoon 10 jaar op in, joh. Ik ben met haar eens, hoor. Dit kan echt niet. Merkt u dat sinds u geklaagd heeft, dat het erger is geworden? Ik heb het idee dat ik gehackt word. Ik denk het ook. Zonder enige verdere context, denk ik het ook. Echt waar? Dat meent u niet? Ja. En wie zou daar achter zitten? Dat is Robbie Lampie. Voordat ik verder ga met reageren, wil ik een momentje nemen. Voordat ik verder ga met reageren, wil ik een momentje nemen voor de partner van deze aflevering, namelijk Burga.
Ik ben heel erg groot Burka-fan. Ik heb altijd een hoesje van Burka om mijn telefoon en om mijn laptop. En ik heb nu een nieuwe laptop en daarbij hoort ook een nieuwe hoes. Kijk hoe cool. Ik vind dit echt een hele toffe print. Goed, anyhow, ik heb wat nieuwe dingetjes om te laten zien. Namelijk deze bijpassende en deze. En deze vind ik ook echt heel erg nice. Voor de oplettende kijker, Waterman is mijn sterrenbeeld. Kijk hoe mooi. Deze past er echt perfect bij. Tijd voor vernieuwing. Zo stevig is hij, ik krijg hem er bijna niet af. Ja. Oh my god, I love. Wat ik persoonlijk heel chill vind aan de hoesjes van Burka is dat ze super lang echt mooi blijven. Deze bijvoorbeeld heb ik echt al een hele tijd op mijn telefoon. Hij valt minstens 4 of 5 keer per dag. Ja, hij ziet er gewoon echt nog super netjes uit. Je ziet zeg maar niet eens echt gebruiksschade. Eigenlijk de enige reden dat ik de hoesjes wissel is omdat ik het leuk vind om een nieuw printje te hebben, maar... Ja, je kan er echt een eeuw mee doen. Ik heb gewoon echt voor mezelf besloten dat dit het merk is waar ik bij blijf als het op telefoonhoesje aankomt. Want ik krijg echt wel vaak mailtjes van bedrijven die dan zeggen van, oh, wil je een hoesje uitkiezen? En dan zeg ik gewoon tegen mijn management, nee, dat wil ik niet. Want ik heb een Burka hoesje, ik hoef letterlijk geen ander hoesje meer. Ik wil gewoon niet een ander hoesje, ik wil het gewoon echt niet. Goed om erbij te vermelden is dat deze hoesjes uiterst spiegel-selfie-proof zijn. En waar je rekening mee moet houden is dat heel erg veel mensen aan je gaan vragen waar je je hoesje van hebt. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk alleen maar leuk. Ik zeg dan altijd, oh ja, die zijn van Burka. Ik heb ook nog wel een code, ik zal hem even opzoeken voor je. Wil je jezelf nou ook een hoesje cadeau doen? Dan krijg je 15% korting met de code SOFIEX15. Ik stel jullie niet teleur. Info en link uiteraard ook in de beschrijving. Laten we doorgaan. Er is nog iemand die gek werd van hobby. Nou woont u hier op dit moment alleen. Klopt. Maar aan de foto's te zien aan de muur, is dat niet altijd zo geweest. Mag ik vragen wat er gebeurd is? Mijn man, die heeft eerst een ongeluk met zijn rug gehad, waardoor hij slecht sliep. En toen werd hij steeds bozer op Robbie, omdat hij zo'n herrie maakte. En toen heeft hij dus gewoon, is hij helemaal doorgedraaid. Toen heeft hij zijn jas aangetrokken en hij is weggegaan. Hij is weggegaan? Ik denk dat ze gaat zeggen, die is dood, maar hij is hem gewoon gepeerd. Hij kon het allemaal niet meer aan. Hij kon het allemaal niet meer aan. Nee. Bedankt, Robby. Ik heb wel eens gedacht, ik steek die hele bende in de brand. Dan ben ik er vanaf. Maar dat schiet natuurlijk niet op. Zo slim ben ik zelf ook nog wel. Wacht nog heel even. Ja, mijn popcorn moet echt nog 1 minuutje in de magnetron. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er hoor en wederhoor wordt gepleegd. En daarom gaan we langs bij Robby. Zit er goed. Hey. Goedemiddag. Middag. Victor. Robby. Alleen al te horen aan hoe hard hij nu praat, zorgt hij voor geluidsoverlast. Hij klinkt echt alsof hij boven muziek uit probeert te komen. Ik kom voor de nachtclub. Nou, gezellig, dan ben je het verkeerde adres. Nou, jij bent dan aan het verkeerde adres? Ja, ben je aan het verkeerde adres. Ja, mag toch binnenkomen? Tuurlijk, kom binnen. Oké. Hey Robby, op die feestjes, hè, drinken jullie dan ook alcohol? Maar dan is alcoholvrij ook, hè? Ja, zeker niet. Robby vertelt over zijn moeilijke jeugd. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht en gewoon lekker kind kunnen zijn. En tegenwoordig gaat het niet meer door een hele vervelende buurvrouw, zullen we het maar even netjes zeggen. Traumatisch. De buurjongen is gewoon een verwend jongetje wat overal zijn zin in krijgt. En het feit dat hij met 26 nog thuis woont en zijn feestjes geeft, vind ik al belachelijk. Ik vind wel, als je zo graag tering van herrie wil maken, ga dan lekker op een afgelegen stuk land wonen. Niet in een rijtjeshuis bij je ouders, terwijl je oude buurvrouwtje er dan onderdoor gaat. Wanneer is het begonnen, het klagen van de buurvrouw? Ik denk 1,5 jaar geleden of zo kreeg ik in 1 keer vreemde sms'jes van een nummer dat ik niet kende. Oké, maar wat stond er precies in die appje? Wanneer is het begonnen, het klagen van de buurvrouw? Ik denk 1,5 jaar geleden of zo kreeg ik in 1 keer vreemde sms'jes van een nummer dat ik niet kende. Oké, maar wat stond er precies in die appjes? Hey, stuur foto van je pik! Kijk uit. Kijk uit. En dan zeg jij... Voor wat? Ja. Wie ben jij, gekkie? Oh, jij wist toen nog helemaal niet met wie je te maken had. Nee, ik wist helemaal niet wie dat was. Vandaar dat je ook zegt, rare gast. Ja. Zoals je weet is politie bezig met jou. Hoe kwam ze aan je nummer? Oh ja, ja, dit is wel een beetje raar. Vroeger, toen ik 8, 9 was, was ik gewoon een irritant jongetje. Dat weet ik zelf ook. 10 jaar. Wat deed je dan? Gewoon belletje lellen, de kliko omgooien. Huh, de kat in de brand steken. Beetje met vuurwerk gooien, nou, dat kan ze allemaal niet hebben, kan ze allemaal niet waarderen. Nou, oké. Okay. Ja joh, dan moet je toch gewoon om kunnen lachen tegenwoordig? Nu zijn we 15 jaar verder. En zij denkt nog steeds dat ik datzelfde jongetje ben.
Maar ik leef gewoon mijn leven, ik doe gewoon mijn ding. Zoals ik dat wil. Ik doe gewoon mijn ding, ik heb gewoon een sociaal leven. En dat zijn allemaal dingen die zij niet hebt. Vind je het gek? Die staat letterlijk al met één been in haar graf. Ze zit de hele dag maar thuis te focussen op wat ik doe. Alsof ze anders lekker de hele zomer op festivals zou staan met de vriendinnen. Ik heb er filmpjes van. Kijk, hier. Is goed te bezig. Wat denk je? Ze staat weer lekker te kijken. Kom maar even binnen. Zegt ze nou dat ze je in elkaar gaat rammen? En dan... middelvinger. Niet normaal, hoe oud hoe gekker. Ze is helemaal geobsedeerd. Met een been in het graf en een middelvinger aan het raam. U had in ieder geval wel een grote mond. Nee. Oh, dan was het iemand anders. Ik heb één keer gezegd... je ziet eruit als een lul, je loopt als een lul en je bent een lul. Dat is wel een prachtig gedicht van oma Ria. Oma Ria die laat niet met zich zollen en pakt Robbie op gepaste manier terug. Heeft u verder wel eens gepest, getreiterd? Nee, ik heb dus gewoon wel eens herrie gemaakt en gedacht van... jullie moeten nu ook maar eens wakker blijven. Ja, en op welke manier deed u dat? Met een tandenborstel in een bekertje en een stekker erin dat het begon te trillen. Robbie die lag waarschijnlijk in zijn nest, die denkt, ligt daar een muis te snurken? Dit zijn dingen die je normaal mensen niet in zijn hoofd haalt, denk ik dan. Maar ik doe het dan omdat ik denk, er moet iets gebeuren. Ik ga terugpesten, misschien werkt dat. Maar het werkt voor geen meter. Het is oké, Ria, haal de stekker van de tandenborstel maar weer uit het stopcontact. Ik vind het heel erg onbeschoft. Ik doe mijn ding, zij doet haar ding, ik laat haar met rust en zij laat mij niet met rust. En zo hoort het niet, helemaal niet als je buren bent. Nee, die buurvrouw die hoort inmiddels inderdaad niks door die muziek van jou. Tijd om meester Visser erbij te halen, want dit gaat natuurlijk nergens over. Kijk, Ria staat al in het zonnetje te wachten. Ik haal de buurjongen erbij. Ria die mocht niet naar binnen van de uitsmijter, dus die stond nog even voor de deur te wachten. Af en toe denk ik, hij is niet goed bij zijn hoofd. Dan is het ook nog zielig, want hij spoort niet helemaal. Maar Robbie, die vindt er ook wat van. Heb jij ook een eis voor meester Visser? Ja, dat ze gewoon psychische hulp zoekt. Hé, maar waarom nodigen we meester Frank Visser eigenlijk uit? Zeg maar een rechter en niet een psycholoog? Hij hackt me. Maar daar zegt u wel, dat is wel een beschuldiging. Precies wat ik bedoel. Doe je dat? Hack jij de buurvrouw? Ik heb geen eens een computer. Oh ja, ik ook niet. Oké, okay. Nou we gaan luisteren. Oh, hier staat ook een box. Oh, hier zit ook een box. Ja, je denkt het is een vogelhuisje. Oh ja, hier zit er ook nog een. Er staat nog een subwoofer onder de boom. Tijd voor de geluidstesting. En wat blijkt, zijn hele tuin staat vol met boxen. Hoezo? Ik snap niet dat ze er last van hebben, want als jij gewoon in je bed ligt en je focus je niet op wat er om je heen gebeurt, dan kan je er gewoon doorheen slapen. Geluidsoverlast is een mindset, weet je? Ga gewoon met een koptelefoon op, met een dwangbuis aan, in een donkere kamer liggen en focus jezelf even lekker gewoon ergens anders op. Ben gewoon de creator van je eigen realiteit, snap je? Nou, eventjes bij Robbie binnen koekeloeren. Ja. Even kijken hoe we hier zo'n... met z'n allen erin kunnen, komt u maar. Nou, Robbie die zei dus net tegen ons dat hij geen computer had. En vervolgens zat er een kast daar in de hoek. Die volgens mij uit hetzelfde jaar komt als die vrouw. Wanneer is het opgenomen, joh? Wij hadden ook zo'n ding thuis in 2001. Nu de tandenborstel kwestie. Ja. Ik gebruik hem meestal gewoon om te poetsen, maar dit kan dus ook. Klinkt alsof iemand het bijzonder druk heeft met zijn Satisfyer Pro 2. Nou, hoorzitting time. Frankie, zeg het maar. Wie van de twee moet er in therapie? Het waren geen normale feestjes, meester Visser. Dit stond op de website dat het een nachtclub was. Er is inderdaad een website geweest. Ja, klopt. Google Maps. Google Maps? Waren het gewoon vrienden die langskwamen? Of waren het mensen die via dat internet... Nee, het zijn altijd vrienden geweest. De groepen kun je gewoon aanmelden met hoeveel mensen je feestjes mag geven. Hoezo vrienden? Die hoeven zich niet aan te melden. Die bellen gewoon bij je aan de deur. U kent al mijn vrienden. Nee, gelukkig niet. Nee, gelukkig niet. Maar er is nog wel even iets anders aan de hand, hè? Want oma Ria wordt ook gehackt door Robbie. De verklaring voor het feit dat er een waarschuwing in mijn mail komt? Ja, spam. Spam? Ja. I think we all can relate. Wat ben je voor een stumper? Nou... dat die eisen te stellen. Mevrouw, één ding. Ja, over het algemeen mogen mensen alles roepen bij mij. Maar ik merk dat Robbie heel beleefd is. Het is voor het eerst. Nou... als u hem onderbreekt, zegt hij niks. Maar u bent... ja, u scheldt hem uit. Ja, dit is natuurlijk gewoon een oude boze vrouw. Maar de vraag is wel...
kip of het ei. Was zij een oude boze vrouw of is ze een oude boze vrouw omdat Robbie er boos heeft gemaakt? Tijd voor de uitslag. Gedragsregels. Robbie mag maximaal 5 feestjes geven in het jaar. En Ria die moet dan verder niet zo zeiken. Robbie twijfelt aan de psychische gezondheid van zijn buurvrouw. En wil dat ze hulp zoekt. Maar het is niet aan mij om een medisch oordeel te hebben laat staan te vellen met betrekking tot de geestelijke gemoedstoestand van Ria. Ik ben namelijk rechter en geen psychiater. Een klein full circle momentje om het af te toppen. Dan zetten we er een hele dikke streep onder. En dan gaan we met een positieve blik de toekomst in. Geef elkaar een box. Nou, waar? Gewoon zo. Nee, niet voor zijn hoofd, gewoon zo. Wat ik me nog even afvroeg, hè? Ja. Robbie woont natuurlijk bij zijn ouders. Ja. Stel nou dat die vanaf nu besluiten om elk weekend een feestje te geven in de tuin. Nou, dat denk ik eigenlijk niet, Victor. Ik denk dat die ouders sowieso zelf ook nooit thuis zijn. Anders word je toch ook helemaal krankjoren van je eigen kind? Ik weet niet. Goed, dit was het alweer. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuk weekend hebben. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!